Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlogmasdag video. Het is vandaag vrijdag 8 december. Ik heb mijn muts nog op, want het was buiten echt super koud. Maar ik ga voor jullie weer een nieuwe vlogmas filmen. Dus als je er zin in hebt, zou ik het heel leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal en dan heel veel kijkplezier. Het is vandaag vrijdag, laatste dag van de week. Yes. Want ik ben echt helemaal gesloopt en ik wil gewoon lekker dit weekend aan mijn huis zitten, zodat het af is. En ik ben nu dus wat vroeger op school, want ik moet dus nog de video editen. Dus er is nog helemaal niemand. En dan ga ik ondertussen gelijk eventjes ontbijten. Ik ben dus ook mijn laptophoes kwijt, dus hij zit in een trui. Die moet ik even thuis snel gaan zoeken. En dan ga ik nu snel de video eventjes editen en dan nog iets aan werk doen. Maar ik moet zo meteen naar de gym lopen, want mijn kinderen beginnen bij de gym. En dan kan ik gelijk even die muts opdoen, want anders is het wel echt super koud. Volgens mij zit er echt zoveel vuil in mijn laptop. Maar ja, hoe krijg je dat eruit? Geen idee. Oké, ik ga in ieder geval even de video editen. Nou, ik ga even de kinderen van de gym halen. We hebben dus dit jaar een kerstdiner. Die begint om 6 uur. Je laptop blijft nog eventjes dicht. En we gaan nu een lijst maken wat jullie allemaal gaan maken. Want anders krijgen we straks 100 pannenkoeken en dat is niet handig. Dus we schrijven ze op wat, hoeveel. Dat pas ik misschien nog een beetje aan. Deze brief komt dan gewoon op klasbord in de nieuwsbrief. Dus als je dan denkt, oeps, ik heb er ongeluk een foutje gemaakt, dan maakt dat niet uit. Want dan kunnen we het altijd nog gewoon aanpassen. En als je het nu nog niet thuis hebt besproken, dan bedenk je nu wat je wil maken. Dan schrijf ik het op. Als het niet kan, halen we het er gewoon vanaf. Deze tekst. Tegenwoordig worden schoenen gemaakt in een grote schoenenfabriek. Wat zijn de voordelen daarvan voor jou ten opzichte van de traditionele schoenenmaker? Dus wat is het voordeel dat de schoenen nu in de fabriek worden gemaakt en niet meer bij de schoenmaker? En wat zijn de nadelen? Schrijf in ieder vak zoveel mogelijk voor- en nadelen op. Je mag zelf ook voor- en nadelen bedenken die niet in de tekst zijn benoemd. Dus dingen uit de tekst, maar ook jezelf. Gaan we kijken. Wat zijn voordelen als je je schoenen bij de schoenmaker laat maken? Ja, je krijgt een uniek paar. Je krijgt... Wat is nog meer een voordeel als je het bij de schoenmaker laat maken? Ja, dus het voldoet aan jouw wensen. Het voldoet. En er is nog een voordeel. Ja, heel goed. Ze worden precies op maat gemaakt. Ze worden, dat klinkt misschien een beetje gek, maar misschien heb je er zelf ook last van. Dat heb ik namelijk ook. Mijn rechtervoet is ietsje groter dan mijn linkervoet. Ja. Ja. En dan is het soms best wel vervelend als je schoenen koopt dat de ene schoen wat strakker zit dan de andere. En bij de schoenmaker, dan maakt ze gewoon bijvoorbeeld de rechterschoen wat groter dan de linkerschoen. En dan past het perfect. Wat we zo meteen gaan doen. We gaan zo iets kijken. Wat te maken heeft met Paarse Vrijdag. Het is namelijk vandaag Paarse Vrijdag. En wat betekent Paarse Vrijdag nou eigenlijk? Waarom doen we dat één keer in het jaar? Sommige kinderen hebben paars aan. Of je hebt er in ieder geval even aan gedacht. Ja, iedereen hoort erbij. En op de middelbare school gaan ze dat ook doen. Iedereen mag erbij horen. Wat je ook voelt, wie je ook bent, op wie je verliefd bent. Het maakt niet uit, iedereen hoort erbij. En door met deze dag er even bij stil te staan, door bijvoorbeeld iets paars aan te trekken, laat je zien van, ik vind het oké dat iedereen er mag zijn. Nou, er zit een filmpje bij, de grote spelshow, de Paarse Vrijdag spelshow. Vorig jaar was er ook één gemaakt. Volgens mij hebben jullie die bij Meester Danny ook gekeken. En we hebben nu dit jaar een nieuwe, dus die wil ik graag met jullie even kijken. Jo, dat doet het goed, hè? Ja, dat kan ik wel. Maar dat kan je voor deze opdracht helaas niet echt gebruiken. Oké, welk woord hoort er bij dit plaatje? Wie weet het nog? De boord, heel goed. Wat doe je als je staat te dubben?
Wat doe je dan? Ja, heel goed. Wat we vandaag gaan doen. Ik leer gericht luisteren naar een instructietekst. Ik leer vertellen wat ik van een instructietekst vind en waarom. En ik oefen de betekenis van de woorden uit de vorige les. Daar hebben we goed al mee geoefend. Nou, als je kijkt naar dit plaatje. We zijn net iets te laat met deze les. Maar waar denk je dan dat deze les over gaat? Waar zal deze tekst over gaan? Mooi antwoord. Nou, we gaan zo meteen luisteren naar een tekst. En daarna moeten we goed bedenken wat voor soort tekst is dit. En waar gaat deze tekst over? Hulp Sinterklaas voor ouderen. Beste jongens en meisjes. Het is... Het is 4 uur al inmiddels geweest. En ik ben even de nieuwsbrief aan het maken voor deze week. Wat dit voor mij, ja. Zo, dus ik ben een nieuwsbrief aan het maken. Daarna ga ik lekker naar huis. En ik moet even allemaal dingen toevoegen. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb volgens mij vandaag echt heel weinig gefilmd. Sorry daarvoor. Oké, ik ben terug van werk. En we gaan even het kleed terugbrengen van de Jisk. Want er zaten dus allemaal vlekken op. En of wil je wel nog een keer dezelfde? Ik twijfel. Ik vind hem niet super mooi. Ik vind het ook niet zo mooi. En dan voor €200 denk ik, ja. Dus we gaan hem even terugbrengen. Misschien kunnen we gewoon morgen die bij de IKEA kopen die we zagen. Ja, die past ook sowieso bij de bank, want dat kleed heb ik nu ook, alleen is die er al groter. Ik wil eentje gewoon die neutraal zacht. Is. Ja. Zacht en gewoon geen dingetjes in. Dat vind ik mooi. Ja. Alleen staat dit natuurlijk wel mooier bij de bank, omdat het wittig is. Ja, maar we gaan toch ook een witte nemen. Ja, oké. Oké, nou, we gaan nu even dus naar de Jisk. Nou, we zijn dus in een leenbakker, want we moeten dus echt nog lampen hebben. Zeker boven de eettafel. Dit vinden we dus best wel leuk. Vind jij dit leuk? Ja, jij niet? Ik vind dit mooi. Okay. Jij niet? Nee, ik vind het prima. Ik vind deze juist wel heel mooi eigenlijk. Het past er denk ik wel goed bij. Maar is dat een dienbare lamp? Kijken of we nog andere dingen zien. Kijk, ik wil liever gewoon zacht kleed toch? En niet zo grof. Hoe bedoel je, niet zo? Niet zo groffig. Ja, ik wil zo, ja precies. Zo'n glad zacht kleed. Ja. Oké. Ja, dat vind ik ook mooi. Zijn we daar over eens? Hebben ze dat hier niet? Oké, dit vind ik ook al te grof. Hè? Echt zo'n zachte. Zo'n zachte, zo, dit soort stof. Voel deze. Maar we gaan gewoon bij de IKEA morgen. We hebben toch al eentje bij de IKEA gezien. Ja. Voel je hoe zacht. Dit is wel lekker, dan kan je er ook lekker op liggen. Oké, zullen we een lampie? Maar kijk, weet je of dit kwaliteit zeg maar niet? Ja, maar dan wel wat lichter. Ja, tuurlijk, maar... Dat vind ik ook mooi. Dit vind ik mooi. Ja, dat vind ik ook mooi. Strak, maar die heb je ook bij de IKEA. Ja, deze vind ik mooi. Lekker basic, lekker één kleur. We zitten dus te kijken voor een lamp boven de eettafel. En we vinden deze heel mooi. Dus deze 3. En deze. We gaan dus echt mega ongezond bij de KFC eten. Ik ben heel benieuwd. Echt een mega lang niet gegeten. Wat zit jij te eten? Heb je een koekje besteld? Ja.